Hallo, we zijn er weer. En het is weer een droevige, sombere, grijze zondag. Weer een van de donkere dagen voor kerst. Het begint ook behoorlijk winters koud te worden. Er is nog net geen sneeuw gevallen. Ik hoop dat die rotzooi ons deze winter bespaard blijft. Want het is hartstikke mooi als het net heeft gesneeuwd. En daarna wordt het gewoon een zootje, want dan krijg je natuurlijk al die pekel op straat. En waar niet gepekeld wordt, dan kan je dan met goed fatsoen nauwelijks meer lopen, want dan ga je op je plaat. Dat is tegenwoordig toch al een probleem hier in Dordrecht. Ik weet niet hoe dat in andere steden is, maar wij hebben dus gelukkig een heleboel bomen. En die bomen verliezen hun bladeren in de herfst. En wij betalen allemaal een fors bedrag aan, hoe heet dat, reinigingsrechten of zo. Kijk, ik veeg mijn eigen stoepje wel schoon, daar gaat het niet om. Maar ik ga niet die hele straat lopen bezemen natuurlijk. En dan komt er op een gegeven moment de reinigingsdienst. Zal ook wel weer geprivatiseerd zijn, maar goed, vroeger was dat de gemeentelijke reinigingsdienst. En die hebben tegenwoordig van die irritante soort rijende stofzuigers. Die maken een enorme herrie. Het is natuurlijk wel fijn voor de mensen die dat mogen besturen, want die hoeven alleen maar te sturen en dat spul op te zuigen. Maar wat ze dan niet opzuigen zijn die bladeren. Dus overal in de stad vind je langs de stoepranden of trouwens op trottoirs van die hopen van op elkaar gewaaide bladeren. Die zijn dan hartstikke zeiknat geworden met de regen of met de dauw 's morgens en dan gaat dat rotten en dat wordt dan spekglad. Ja, en wie ga je dan aansprakelijk stellen als jij met je fietsje daar overheen rijdt en onderuit gaat? Dan heeft natuurlijk niemand het gedaan. Ik vind dat een hele slechte zaak eigenlijk. En dat is met die sneeuw, ja, ze zijn tegenwoordig wel wat sneller. Althans, dat heb ik vorig jaar gemerkt. Ze zijn wel wat sneller om ook de fietspaden een beetje schoon te maken. En ze anticiperen ook wel met van die pekelstrooien. Maar ja, dat is natuurlijk weer funest voor het milieu. Dus die winter moet maar zo snel mogelijk overgaan. Want anders dan begin ik hier elke week tegen jullie te zeuren over het weer. En nou is dat natuurlijk wel een beetje een Hollandse gewoonte, lekker zeuren over het weer. Dit weer doet me wel een beetje denken aan de middeleeuwen. En dat is natuurlijk een totaal rare associatie, want de middeleeuwen, dat was een periode, hè, zo van, nou ja, zeg maar van rond, ja, wanneer laten we de middeleeuwen beginnen? Er is een hele discussie over bij historici. Ik zeg altijd maar bij de val van het West-Romeinse Rijk, hè, in de 5e eeuw. En dan heb je de vroege middeleeuwen en dan zo rond 1000, dan komen de volle middeleeuwen en dan zo na 1400, 1350 heb je de late middeleeuwen, tot zo rond 1500 ongeveer. Maar goed, dus een beetje die periode, die staat bij veel mensen in het geheugen, voor zover ze de geheugen aan hebben natuurlijk, want we zijn niet allemaal historici. Maar als een tijd van bittere ellende, van achterlijkheid, van somberheid, noem maar op. En dat is volkomen onterecht. Middeleeuwen waren zeer kleurrijk. Ja, in de 14e eeuw was er een koude periode. Dat had te maken met een vulkaanuitbarsting in Indonesië, meen ik. Allemaal stof in de stratosfeer, waardoor minder zonlicht doordrong op de aarde en zo. Dan kreeg je een koude periode. Misschien is dat ook wel een oplossing voor het milieu. Dat we weer eens even een paar flinke van die vulkaanuitbarstingen krijgen, zoals dat onuitsprekelijke ding op IJsland een aantal jaren geleden. Dat we ineens niet meer het vliegtuig in konden, want dat er overal stof verdwarrelde. Nou goed, ik dwaal af. De middeleeuwen waren een zeer kleurrijke periode. En ja, dat was natuurlijk ook moord en doodslag. Maar hoe komt dat nou dat we dat als een periode van achtelijkheid en stilstand zien? Dat is eigenlijk de schuld van de mensen die in de renaissance, de wedergeboorte van de klassieke oudheid, hè, zo rond 1350, wat later nam het op het grotere vlucht, had je de humanisten. Erasmus was er zo één en Thomas More,
naar de tijd genoten. Maar goed, doordat men weer aandacht kreeg voor de klassieke oudheid en dat eigenlijk zag als een periode van een geweldige beschaving, hè, die helaas teloor was gegaan door allerlei oorzaken. Ja, dan zagen ze die middeleeuwen toch als een periode van stilstand en achteruitgang. Wat absoluut niet waar is, want kijk eens naar die prachtige kathedralen die zo rond het jaar 1000 werden gebouwd en ook nog wel ietsje later. Hè? Die Romaanse, later gotische kathedralen, daar moest je toch wel heel wat in je mas hebben om dat te kunnen bouwen. En dat gold natuurlijk ook voor andere bouwwerken. Ga maar eens naar een stad als Florence of ga maar eens naar Rome of zo, weet je wel. Dus ja, het was niet zo'n periode als nu op dit moment in huis, waar het allemaal toch een beetje treurig duister is vanwege gebrek aan licht naar buiten. Ja, dat vanwege de bezuinigingen, hè, de kachel staat die staat 2 graden lager. Vroeger was het bij mij 21,5 graad in huis, nu 19,5 graad. Maar daar hebben we gelukkig warme truien voor. Ja, vanwege de bezuinigingen zit ik dan met kaarsen zo een beetje toch de zaak op te fleuren. Of een ouderwetse olielamp. Ik sleep het met lasers, met lampolie en zo. En voor de gezelligheid vanavond gaat natuurlijk gewoon de open haard aan. Dat mag ook al niet vanwege de milieumensen of andere mensen die daar last van hebben. Ik heb dat een beetje ondervangen, want ik stook geen hout. Ik stook van die gecomprimeerde briketten, van die blokken, en dat geeft nauwelijks rook. En dat is, het geeft ook nauwelijks warmte, maar het is gewoon voor de gezelligheid. En er komt nauwelijks rook van af, dus daar kan gewoon onmogelijk iemand last van hebben. En hoe kom ik nou eigenlijk op die middeleeuwen? Toen hadden ze natuurlijk ook open haarden en zo, en haardvuren en dergelijke. En dan ben je van voren geroosterd als je daarvoor zat, en dan van achter bevrooien. De huizen waren natuurlijk, net als dit huis, ook allemaal niet zo best geïsoleerd. We waren helemaal niet geïsoleerd. Maar dan hadden ze van die banken waar je dan zo de rugleuning om kon klappen. En dan kon je aan de andere kant kon je een tijdje met je rug naar het vuur gaan zitten. En dan kon je een tijdje met je voorkant naar het vuur. En dan toch maar hopen dat je een beetje gebalanceerd warm bleef. Maar hoe kom ik nou op die middeleeuwen? Nou, ik ben het boek aan het lezen van Henk het Jong. Dat is mediavist, middeleeuws historicus. En dat heet Hoogtij van Holland. En ik ga dat boek in een van mijn boekenpraatjes in de nabije toekomst bespreken. Ik ga er denk ik ook wel wat over schrijven. Jullie weten allemaal dat ik 2 weblogs heb. Hè? Ja, eigenlijk 3. Ook in het Engels, maar daar doe ik heel weinig mee. Ik heb een weblog voor verhaaltjes, stukjes en leuke dingen. En af en toe is een gedicht of weet ik wat. Een beetje literair-achtig ding. Daar is ook een figuur Warnaar actief. Dat is de hoofdfiguur in mijn korte verhaaltjes. En ik heb dat heet dan een histoblog. En dat is voor wat serieuzere artikelen. Hetzij over geschiedenis, hetzij over literatuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis. Maar dat heeft dus een wat serieuzere inslag. En daar zal ik ook in de tijd over Hoogtij van Holland van Henk het Jong iets gaan schrijven. Maar ja, zo ben ik eigenlijk weer even in de middeleeuwen gedoken. In dit geval de 14e eeuw, want dat was toch wel voor Holland een hele belangrijke eeuw. En voor de stad Dordrecht, wat toen de grootste en belangrijkste stad van Holland was, was dat zelfs wel een gouden eeuw. Daar kwam eigenlijk zo'n beetje 1421, een einde aan. Toen de Sint-Elisabethsvloed plaatsvond, of een van de Sint-Elisabethsvloeden. Er zijn ook andere oorzaken, hoor, niet alleen daardoor. Maar er zijn ook andere oorzaken waardoor Dordrecht op een gegeven moment, met name in de 17e eeuw, door een stad als Amsterdam werd overvleugeld. Maar goed, zo kom ik op die middeleeuwen. En, ik vind dat een heel boeiende periode. Ik vind de oudheid ook een heel boeiende periode, hoor, daar niet van. Ik vind bijvoorbeeld de religie in de oudheid, en dan denk ik een beetje aan de Grieks-Romeinse goden. Voor mijn gevoel is dat toch een stuk vrolijke religie, met een aantal goden die ook behept waren met menselijke ondeugden. Hè? Maar dit waren toch een stuk vrolijker types, de meeste tenminste, dan de God die wij kennen uit het Oude Testament. Hè? Die straft tot in het zoveelste geslacht en die
opdracht geeft om andere volken uit te moorden en dergelijke. Als je nou wil weten wat genocide is, dan moet je maar eens wat passages uit het Oude Testament lezen. Als ik zou mogen kiezen, dan koos ik toch liever voor Zeus en Hera en Dionysos natuurlijk, hè, de god van de wijn. Ja, dat is eigenlijk toch wel, ja, dat is voor mij de aantrekking van de oudheid. Ja, en natuurlijk, ik kom veel naar Griekenland vanwege familieomstandigheden. Ja, en dan ligt die oudheid, die ligt bij wijze van spreken op elke straathoek nog al dan niet verborgen. Overigens zie je in de stad waar ik veel kom, in Thessaloniki, ook hele fraaie Byzantijnse monumenten. Byzantijnse, dus Oost-Romeinse, het Oost-Romeinse Rijk, dat tot 1453 heeft bestaan. En je hebt ook Osmaanse monumenten. Hè. Je hebt bijvoorbeeld Egli, dat is een concertzaal. En dat was vroeger een Ottomaanse hammam, een badhuis en dergelijke. En daar is toch ook wel het een en ander van bewaard gebleven. Dan is in de 19e en 20e eeuw door de Grieken wel een beetje verwaarloosd, dat soort monumenten. Want ja, de Osmanen die stonden natuurlijk niet in een goed blaadje. Ik wou nog één ding zeggen. Afgelopen donderdag was er in Vissers Poffertjes in Dordrecht, het café Annex Poffertjes Salon, was een kroegcollege. Daar houden dat organiseerde Remy Balistreri, collega historicus en ik, iedere eerste donderdag van de maand. Dan hebben we een kroegcollege en dan wordt er door mensen iets verteld over een onderwerp wat iets met Dordrecht of omstreken heeft te maken, of een onderwerp wat van algemeen belang is. In dit geval was het over het thema eenzaamheid. Twee deskundigen, Petra Roelofs en Rachna Botsen, die kwamen daarover vertellen. En hielden daar ook een soort workshop-achtig gebeuren, wat erg goed in de smaak viel bij het publiek. En de opkomst was ook behoorlijk goed. Er waren twee of drie stoelen onbezet. Nou, dat is heel goed. En ik wil dat kroegcollege toch even bij jullie onder de aandacht brengen. Als je in Dordrecht en omstreken woont, want anders zou je zeggen, zal me een worst wezen. Overigens hebben ze dat ook in Utrecht, meen ik. Want wij hebben dat een beetje van, wij zijn een beetje door Utrecht geïnspireerd, de kroegcolleges. Maar goed, we hebben dat iedere eerste donderdag van de maand. En de man waar ik het net over had, van het boek Hoogtij van Holland, Henk het Jong, die komt dus de eerste donderdag van januari spreken. Niet over de middeleeuwen, maar over de 19e en vroege 20e eeuw, namelijk over de wijk Nieuw-Crispijn, die een hele bijzondere geschiedenis heeft. Ook bijzondere monumenten bevat. En dat belooft bijzonder interessant te worden. Het begint altijd om 8 uur en het is afgelopen om 9 uur. De inloop is om 7:30. Vanaf 7:30, je mag natuurlijk, het is een café, ook eerder komen. Dat maakt niet zoveel uit. En na afloop is het altijd gezellig naborrelen met mensen die dat willen. Maar de toegang is gratis. Ik zou zeggen, als je dus niks te doen hebt, de eerste donderdag van januari, kom gezellig naar Dordrecht en kom het kroegcollege van Henk het Jong volgen. Nou, dit lijkt me wel weer voldoende voor de zondagmorgen. Ik wens jullie nog een prettige dag en ik hoop toch vandaag morgen de zon weer even te zien. Tot kijk.